Ize, jij bent misschien wel de allerjongste artiest op dit festival ever. Ja, inderdaad. Ik weet niet of er nog jongere artiesten zijn geweest, maar ik denk sowieso de jongste artiest van dit jaar. Dus. En is dat intimiderend? Ik vind het wel leuk eigenlijk. Dan, als we hier binnenkomen en we zeggen van ja, dat ik ga optreden, kijkt iedereen zo van, hè, zij, zo. Dat is wel grappig. Zijn jullie zelf een muzikale familie? Heb je haar zo opgevoed? Samen met mijn man heb ik altijd als akoestisch duo opgetreden. En we hebben ook met Dixie Rose een eigen project met eigen nummers gehad. En Isa, haar papa, haar biologisch papa, die treedt ook op in musicals en zo. Dus heeft eigenlijk wel van kleins af aan altijd muziek meegekregen, ja. Maar hebben jullie ook op zo'n grote podia gestaan als zij nu al staat? Nee, dus het is voor ons ook wel echt, we hebben haar proberen te ondersteunen. Maar nu komt ze echt wel op een punt dat wij zelf, dat het ook allemaal nieuw is voor ons. Dus, En zijn jullie dan zenuwachtig of zij? Ik denk dat ik veel meer last heb van zenuwen dan zij. Ja, want het lijkt me ook best wel intimiderend om als 17-jarige in zo'n grote, ja, grote mensenwereld, zeg maar, hè, waar iedereen van alles van je wil. Maak je daar ook wel eens zorgen over? Ja, uiteraard. En je probeert dat ook zo goed mogelijk te controleren en toch wel op te letten wat er allemaal gebeurt. Want het gaat ineens, ja, zoals ik zei, heel snel. En er komt heel veel op ons af. En voor ons is het ook nieuw, dus je probeert wel echt erop te letten dat het voor haar allemaal in goede banen geleid wordt. Maar dat ze er ook van kan genieten, optimaal. Hoe trots zijn jullie? Ja, ik kan dat niet uitdrukken. Enorm trots, ja. Je krijgt er een beetje tranen van je ogen. Ja, ik heb dat wel vaker, zegt Ize, dat ik emotioneel word daarvan. Ik hoop wel dat er een paar mensen zijn, maar ik ga me gewoon amuseren. En ja, op zo'n groot podium, dan maak je ook niet iedere dag mee. Dus. We zijn ontzettend blij dat ze er is. Geef haar een warm welkom. Hier is voor jullie, Ize. En nu sta ik hier op zo'n groot podium. Het is best intimiderend, maar ik vind het echt leuk.